Yo allemaal en welkom terug bij natuurlijk weer een gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we weer een gloednieuwe auto pimpen en dit keer gaan we de Pegassi Ignis pimpen. Deze auto valt onder de Superclass en als je naar de Legendary Motorsport website gaat, dan staat hij hier op de 8e plek, de Pegassi Ignis voor 2,750 miljoen ongeveer. Een aardig dure auto. Ik heb hem in ieder geval gekocht in het wit. En ik heb hem in mijn ik ben even helemaal de kluts kwijt in mijn autoshop laten bezorgen. Zo, we gaan in ieder geval even lekker pimpen. Ik ben benieuwd. Bumpers, 18 keuzes. Oké. Een carbon, dit haal ik middels te weg. Dan maak je hem clean. Zwart of secondary. Dit is wel vet op zich. Twee schuin. Oeh. Wat is het verschil hier tussen? Oh, dan maakt hij hem iets hoger. Ja, oké, dat vind ik wel gaaf. 16.000 euro maak ik hem gewoon. Secondary denk ik. Achterbumper. Die is pittig lelijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Dan krijg je zo'n kunstuitlaat. Kom maar. Dat vind ik niet mooi. Ik ga voor de GT Diffuser voor 14.000. Engine upgrade 31.000 uitlaat. Secondary, titanium, angels, rivalen of performance. Ik vind het eigenlijk standaard het mooiste. Dus ik ga ze ook gewoon standaard laten. Motorkap. Hoe deze wel vet. €13.000. Koplampen. Upgrade neon kit, weet ik nog niet of ik hier eronder ga zetten. Dat zien we dadelijk wel. Witte strepen. Nou, volgens mij zijn het zwarte strepen, maar oké. Zwarte streepjes. Oeh, ze hebben ook clean. Die lopen ook langs de motorkap. Alleen zie ik nu pas dat er het gele randje bij zit. Dus heel kapot van. Oeh, deze is wel gaaf. Die kunnen op zich wel een goede kleurcombinatie mee doen. Is ook wel grappig. Oh. Nee, ik denk dat ik voor deze ga, maar ik weet alleen nog niet welke kleuren ik hem ga maken. Black on yellow of yellow on black. Louvers. Louvers wil ik er sowieso op gaan gooien. Ik weet alleen nog niet hoe. ...3700, performance louvers, side skirts. Ga gewoon even vanaf beneden beginnen. Ik vind de standaard eigenlijk het mooiste eigenlijk. Ja. Spoiler. Er zit al een mooi spoilertje op, moet ik zeggen. Oh. Huh? Oh, dit is denk ik een active spoiler. Goed. Is ook wel gaaf dat dan de livery erop heen loopt. Secondary carbon, is niet mooi. Deze is wel grappig op zich, maar je hebt, ja, ik vind hem niet meer mooi. Nee, je hebt echt hele lelijke spoilers, maar ik vind dan deze toch wel gewoon de gaafste. Ook wel tevens de goedkoopste. Je kunt hem ook niet heel veel laag aan de grond zetten. Goed, transmission erin en turbo erin. Wieltjes, sorry. Op zich vind ik eigenlijk standaard wel mooi, maar ik hoop de kleur natuurlijk veranderen.
Cool. En dat is deze, maar ik weet niet waar die staan. High end. Oh, super G. Ik ga voor, denk ik, voor de Super G. En dan maken ze natuurlijk gewoon zwart, zoals altijd. Ja. Dan de design, misschien hier echt kapot van. En natuurlijk de Windows helemaal blenderen. Ik ga nu nog even gaan kijken bij de respray, want ik weet echt niet welke kleur ik hem ga maken. Want zwart is hier wel gaaf, maar dan valt de livery natuurlijk het minst op. Heel eerlijk. Oké, okay, brushed steel. Ga ik even in mijn achterhoofd houden. Ik denk dat ik hem rood ga maken. Lava rood in ieder geval niemand, dan krijgt hij meer een oranje tint. Ik ga voor de Torino Red. Omdat hij gewoon een stukje lichter is. En dan met de Pearlescent. Nee. Wat verandert dan de secte? Oeh, dat is natuurlijk de hele voorbumper. Ik heb dus een kroekel en die is oranje. Nou, oké. Okay. Ik heb nog nooit crew color op een auto gedaan. Ik ga even kijken of we misschien nog een neonkietje eronder kunnen gooien. Red. Ja, of oranje. Nee, rood. Dan is hij af. Je kunt er best wel veel aan aanpassen. Dus dat is in ieder geval een voordeel. Ik heb in ieder geval even passive mode aan. Zo. Natuurlijk in de public session, dus ik wil niet dadelijk ineens random en door een MK2 oprecht gekild worden. Kijk, wat zit hier al raak te schieten. Ik ga rustig proberen zonder schade te rijden. Ja, een recht stukje toe rijden. En ik tap nu, hè, jongens. Ik tap nu. Oh, uitkijk, jongeman. Ik tap nu. En hij trekt al gelijk vooruit. Oeh, ik knetter. Ik moet een vliegtuig aan. Maar als we het hebben, daar weer geen last van. Ja, 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 ja. Ik zou ook echt wel doorrijden, natuurlijk. Ja, nou, weg, man. Is het s'avonds of ochtend? Het is s'avonds. Dan gaan we eens even kijken. Ik tap nu zo hard en alsnog trekt hij hem gewoon weg. Oh. Oh mijn god, die lampjes. Jezus. Oké. Okay. Ik ga hem doortrekken. Als het licht op rood springt. Is het niet op oranje, maar op rood? Oké. Trekt redelijk snel op, maar hij mag op zich ook wel voor zo'n prijs natuurlijk. Hij zit als een topspeed. Of in ieder geval heel dichtbij. Oeh. Bij die boom kom ik ook heel dichtbij. Bochtjes doet hij goed nemen. Ik was echt knijterhard afgegaan door, maar... even kijken, we kunnen hier naar links toe. Bochtjes nemen gaat niet echt optimaal, moet ik zeggen. Ik wil even kijken hoe die hier naar links toe, namelijk.
rent, rent ook gewoon vol te staan. Nou, ik ben gas weliswaar los. Oké, ik ga volle gas, of echt gewoon, ik ga niet mijn gas los. Ga ik. Zo veel. Nou ja, goed. Ga ik de. Ga ik een bocht nemen. Hier links. Ja, ja, maar dan ga je dus ook. Dan ben ik echt een bedoel. Wacht. Maar die. Oké, okay, die hele voorbump ik dus ook gewoon de stoep in. Ja, stoep in, denk ik wel goed. Maar ik vind hem echt geweldig. Ik vind hem echt heel fijn. Ik vind hem. Wow. Als ik dit ga doen, dan slipt hij ook niet echt heel snel. Maar. Ja, nu wel natuurlijk, omdat ik heb er roekeloos mee omgegaan. Maar even serieus, wie doet dat? Heel snel repareren. En terwijl dat ik wel ga doen, kunnen we even vast een conclusie trekken. Ik heb deze gekocht voor 2,7, 2,8 miljoen. Met pimpen erbij. Ik ga verkopen. Wacht, hoeveel kan ik verkopen? 1,7, oké. Okay. Met Jude erbij. Zullen we zeggen. Nou, laten we zeggen 2,8 miljoen. Nee, dat kan niet. 3 miljoen, 3,1 miljoen ongeveer, denk ik. Dan haal ik allemaal open. Oh, alles! Oh, dat is ziek. Oh ja, ik wil mijn sniper pakken, maar dat kan natuurlijk niet. Ja, ja, ja. Kijk, je ziet ook natuurlijk gewoon een hele ding liggen. En dat de achterkant helemaal dichtgenaaid is. Ja, dan net natuurlijk ook nog een raampje zitten, maar die hebben we nu niet echt weggehaald. Maar daar hebben we zeg maar van die loofers overheen geplakt. Overheen gemaakt, weet je te zeggen. Ik vind het echt een hele mooie auto. Ook mooie liveries. Dus ik ben daar niet ontevreden over. Vind ik het je geld waard? Als je het hebt wel. Ik heb nu nog 12 miljoen of zo. Dus als je kijk, als je 3 miljoen hebt, zou ik zeggen van nee. Dan kun je echt gewoon of zwaar of veel beter een andere auto kopen. Maar als je zegt van bro, ik heb 20 miljoen, koop ik gewoon. Want dit ding is echt heel fijn. Nadeel is alleen wel, als je bijvoorbeeld parkour racing mee gaat maken, dat die heel breed is. Kan misschien even proberen. Moet ik wel even kijken welke auto redelijk normaal is. Ik rijd natuurlijk net weg, waarom ook niet. Ja, kijk. Oh man, je krijgt over een minuutje auto weer terug. Ah, je copyright. Zijn ze ook wel een mooi autootje. Kijk, zakker. Nou goed, kijk. Kun je wakker opkomen? Nee. En wat je nu gewoon ziet is dat. Het valt eigenlijk wel mee als ik heel eerlijk ben. Die achterkant is super gaaf. Ik zal nog even mijn lichtjes aanzetten. Kijk, die achterkant is echt bruut. De voorkant is niet echt speciaal of zo. Maar je ziet gewoon hoeveel verschil het heeft qua breedheid. Niet echt goed onderhoud, maar. Goed. Wil ik iedereen bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video dan leuk? Doe natuurlijk even op een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Volg mij even op TikTok, volg mij op Instagram, volg mij op Twitter. Dan zeg ik bedankt voor het kijken. En ik knal me lekker tegen de muur aan. En tot de volgende keer mensen. Houdoe.